Elke zaterdag het Weekendcafé. Ja, op 12-jarige leeftijd zat ze dik ingepakt op een koffer op de havenkade van Zierikzee. Wachtend op de evacuatie uit het watersnoodrampgebied. Een Frans fotograaf fotografeerde dat. En zo werd het 82-jarige Dientje Bootkramer, die in 1964 naar Leeuwarden kwam, het watersnoodmeisje. En ze is nu hier. Goedemorgen, Dientje. Goedemorgen. Ja, hoe, dichter bij de microfoon. Hoe is het na zo'n week van herdenken? Zo'n week van herdenken, dat neem je wel mee als iets onwerkelijks. Omdat ook die situatie die we toen hebben meegemaakt, hè, die nacht. Ja. Die speelt dan toch nog wel door je hoofd. En door al die publiciteit die er natuurlijk aan gegeven is de laatste week. En ook het interview van Omroep Flevoland heeft me dus natuurlijk wel weer op een plek gezet van ja, je kunt het niet wegstoppen. Precies, je bent met uw gedachten wel teruggegaan naar die tijd. Deze hele week was ik toch best wel geëmotioneerd als er dus ook weer iets op televisie was of gesprekken met mensen. En dan voelt dat toch nog wel als een beetje zwaar. Ja. Ja. Heeft u het allemaal gekeken? Want ik kom zelf ook uit Zeeland. En ik vond die watersnoodjournaals, ik vond het allemaal machtig interessant. Ik heb ze allemaal zitten kijken, maar u bent van de andere generatie. Dat was ook zeker. Interessant vond ik dus die interviews met die vrijdagavond dus uitgezonden werd. Dat speelde toch ook in die periode van mijn leeftijd, maar dat je dat ontgaat. Dat er toen zoveel toch ondanks niet goed ging. He, de dijken waren natuurlijk niet goed. Alles werd toen nog zo weggestopt. De ramp was niet iets wat zichtbaar was. Nee, precies. Even één woordje uit uw zin. Veel is ons ontgaan. Is dat dus bijvoorbeeld de rapporten van Johan van Veen, die vaak werd genoemd? Die schreef rapporten, jongens, het is niet goed in Zeeland, dan gaat er wat gebeuren. Ik vond het zeker interessant dat ik dat dus hoorde van ingenieur van Veen. Ja. En toen hebben we ook gezegd van, nou, dat toen zo alles weggelegd. Dus in een bureau werd het gestopt, hè? Maar goed, ik was 12 jaar, dus wat beleef je daar niet zo? Daar ben je er niet mee bezig. Nee. Maar dat hoor je dan nu. En dan denk je, ja, het had natuurlijk wel anders kunnen gaan. Precies, maar 70 jaar later, bent u naar die herdenking toe geweest, of niet? Ik heb dat dit keer niet beleefd. Ik heb het natuurlijk via de televisie wel gezien. Omdat ik er bijzonder tegenop zag om daarheen te gaan. Ik weet dus, ik heb het aan ettelijke keren meegemaakt, die herdenkingen. En die zijn best ook ingrijpend. Maar ik wist dat het ook heel erg koud zou zijn. Er zou dus heel veel wind staan. Ja, precies, ook een praktische ding. Ja, zeker. En de reis naar Zeeland is natuurlijk, die zou ik dan het liefst toch de dag daarvoor hebben gemaakt. Ja. Omdat je 's morgens niet om 10:30 daar eigenlijk vrolijk en fris. Of ja, fris. Nee, dan moet je hotelletje boeken en precies. Zo. Precies. U bent er eerder geweest. Kunt u ons meenemen? Was u dan bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk? Ik ben daar dus ettelijke keren geweest. Natuurlijk. Ja, maar ook voor een herdenking? Dat heb ik dus niet gedaan dit keer. Nee, maar andere jaren? Ja, andere jaren dus wel. En dat is best en wat gebeurt emotioneel. Daar? En ja, heel, heel plechtig ook wel. Oh, ja. Er wordt heel bijzonder stilgestaan aan de verhalen die dus gezegd zijn. Ook die morgen tijdens door burgemeesters en andere hooggeplaatsten. Er is ook een kind burgemeester of een meisje wat dus meedenkt met deze gebeurtenis. Wat natuurlijk ook heel goed is dat de jeugd hier ook kennis mee maakt. Wat even, het is een beladen tijd, zei ze ook. Emotioneel, die woorden gebruikte u. Praten erover is best wel lastig. Dat gebeurde eigenlijk ook niet in die tijd, toch? Dat is iets van de laatste jaren. Nee. Dat heb ik zelf ook natuurlijk. Mijn man die komt dus uit, die is daar bij de Schelphoek. Dat was natuurlijk een heel groot gat geslagen. Mm-hmm. Daar woonde hij dus net vlakbij op de boerderij. Zo heftig. Over welk eiland hebben we het? Schouwen-Duiveland. Een zwaar getroffen eiland. Die heeft dus wel veel, veel erger meegemaakt dan ik natuurlijk nog meegemaakt heb in Zierikzee. En hoorde u daar dan, praatte hij daar veel over of was het iets wat hij wegdrukte? Heel weinig, alleen op wat op latere leeftijd, doordat mensen hem ook gingen vragen, hey, er is een herdenking. Goh, jij hebt dat ook meegemaakt, geloof ik. En vertel er eens wat van. En
toen heeft hij dus toch wel dingen verteld die ik dus niet eens... U stond te klapperen van wat hij vertelde eigenlijk? Dat heb jij mij nooit verteld, maar dat was best heel ernstig. Wat heeft hij meegemaakt dan, heel kort? Nou, hij woonde op een boerderij met zijn ouders en broer en zusje. Op een gegeven moment werd er natuurlijk gegild, geschreeuwd en gedaan. En, angstige momenten. En werden dus wakker. En ze zagen in één keer ook het water al in de gang. En ze hoorden de koeien en de paarden trekken aan de ketting in de stal. Stonden vast. Dus er was natuurlijk paniek. Ja. En ze zijn naar boven gegaan met heel... Ja, eigenlijk alleen hun kleding wat ze aan hadden, waar ze dus... Ja. Of zij is op zolder gaan zitten. En hoe lang hebben ze daar gezeten dan, voordat er hulp kwam? Daar hebben ze twee dagen gezeten. Twee dagen. Uiteindelijk een bootje, want er kon ook dus heel weinig... ten eerste was het natuurlijk... het was ook niet bekend dat er dus iets gebeurde. De radio en televisie, dat had je niet. En dat was er niet. En uiteindelijk na twee dagen zijn er dus sloepen over de dijk gezet... En hebben de mensen dus daar van dak gehaald. En ook mijn man is daar dus met zijn vader en moeder van dak gehaald. Alle familieleden hebben het overleefd ook? Gelukkig overleefd, okay. Ja. En dan woont u sinds de jaren 60 in Lelystad. Ja. Dat is weer min 5 onder NAP. Ongeveer min 4, als je in de stad woont. Nou, het is natuurlijk heel iets anders. Mijn man heeft dus bij de Zuiderzeewijken gewerkt. Ah, okay. In de eerste periode, in 1964. En je bent dus meegegroeid met de polder. En je voelde je er best veilig. Ja? Jazeker. Het was een nieuw land. We zijn onze toekomst daar begonnen, in Lelystad natuurlijk. In Lelystad Haven. Ja. Want wij waren natuurlijk een van de eerste bewoners. Of althans, pioniers noemden ze ons. Daar hebben we een fantastische tijd gehad, Lelystad Haven. Want dat was echt een soort Peter Place, vond ik. Ja, maar als je daar over die sluis loopt en je kijkt zo die polder in, dat is 6 meter. En dan. Maar nooit angstig geweest ik dus. Ik woon daar ook toevallig en ik denk u wel eens als Sil. Ja. Als dat maar goed gaat. Nou, en als u dat denkt, kan ik me dan nog meer voorstellen. Wat ook dat gezegd werd, de sluizen zijn er natuurlijk om ons te bewaken van... En het gemaal, die we net hadden. Ja, de gemaal natuurlijk. En ja, ik heb daar nooit echt stil bij gestaan dat er dus weer een ramp zou kunnen gaan gebeuren. Precies. En ook nog even terug, want u staat nu bekend als dat watersnoodrampmeisje. Maar uw verhaal is... Er zijn zoveel heftige verhalen geweest. Ik kan me voorstellen dat dat misschien ook een beetje schuurt soms, voor uw gevoel, of... Ja, dat doet je heel veel. Dus dan zeg je, dan mag ik heel blij zijn dat, zoals ik dan toen, als meisje er heel goed vanaf gekomen is. Yeah. Maar familieleden van mij die op Nieuwerkerk woonden, waar dus heel veel mensen verdronken zijn, Ouderkerk, daar van familieleden zijn ook verdronken. En dat wist je pas een paar dagen later. Mijn moeder heeft daar dus ook bij de opvang, in de Mulo was dat hier in Zierikzee, is ze daar dus gaan zoeken naar familie. En toen hoorde zij dat familie dus verdronken waren. En dat is natuurlijk heel heftig. Ja. Maar wij moesten dus uit Zierikzee evacueren. Wij mochten dus niet in Zierikzee blijven. En ook alle mensen werden dus... afgevoerd eigenlijk naar Rotterdam door Dordrecht met Rode Kruisboten. En zo is dat ook met ons gebeurd. Ja. Wij zijn op een gegeven moment ook met het koffertje en tassen en alles. Precies, en daar ontstond die kenmerkende foto uiteindelijk. Ja, en precies. Nog even één ding voordat we over uw jasje gaan beginnen. Denk je, we gaan beginnen over dientje de jasje. Is nou het jaar 1993 een beetje een omslagjaar waarbij de verhalen wat meer loskwamen en het herdenken zo. Ja, beetje naar het boek De Ramp van Kees Lager, die tijd? Ja, ik denk dat natuurlijk mensen het moeten verwerken. En er werd toen in de tijd heel veel verstopt wat er overkomen was. En nu merk je dus ook na die periode dat mensen toch gaan praten. Ja. En daardoor, ook dat zie je in het museum, wat daar dus allemaal verzameld is. He, dat Watersnoodmuseum in Ouwekerk, die heeft daar zo'n ontzettend mooi museum gemaakt van toen uit die periode, hoe het eruit zag. Maar ook, mag ik dus ook misschien best een beetje trots op zijn, mijn foto staat daar dus ook. Mooi. Ja. Wat nu 70 jaar later staan we hier en bent u nog steeds bezig met dat water. Het is misschien, we hebben het over dat jasje, want u zit ook bij het koor, bij het Batavia-koor. Ja. En u zei, mag die ook even komen zingen, toch? Ja.
Ja, ik vond het wel heel interessant. Ze zijn er allemaal, hè? Dat hebben we natuurlijk ook je te danken aan het interview... wat er dus bij mij dus thuis werd afgenomen. En ja. Nou ja, een Batavia-koor kwam te sprake. En dat wij hier mogen optreden vinden wij dus fantastisch. Want het heeft ook publiciteit aan ons koor. Ja, dat is hartstikke leuk. En we zijn ook heel blij met ons koor. Laten we maar snel lekker gaan luisteren. Ga er snel tussen staan. Want we gaan luisteren naar een Zeemans medley. Dirigent Jacqueline. Pietje, bedankt hè. Ja, bedankt. Ja. Dankjewel.